Elisa Kalieva van basisschool De Bruklem in Aderikstol is donderdagmorgen voorleeskampioen van Laarbeek geworden. Met het verhaal Mathilda van Roald Dahl wisten de andere 7 deelnemers voor te blijven. De jury zag Kalieva een verhaal op de juiste manier voorlezen. De andere deelnemers waren Huub van Krij van de Muldershof, Lim van Ham van het Klokhuis, Sophie van Ham van het Otterke, Lana Rijmakers van de Raagte, Maud Jurgens van de Driehoek, Brit Kester van de Sprankel en Frauke Heezakkers van de Bernadetteschool. Elisa Kalieva gaat nu in Goorle proberen een ronde verder te komen. Is nou vredesnaam met een boek? Lezen, papa. Wat is er mis met de televisie, verdorie? We hebben een prachtig groot bult tv. En jij moet zo nodig een boek? Je bent een verwend nest. Bijna iedere middag moest Mathilda alleen thuis blijven. Mevrouw Geuring, bibliotheek de Lage Beemte en de voorleeskampioenschappen van Laarbeek. Ja, 8 leerlingen van de 10 scholen. Valt het mee of valt het tegen? Nou, het lijkt mij een hele mooie opkomst. Wij zijn er heel blij mee. Maar wel 1 jongeman en 7 dames. Ja, dat is altijd een beetje jammer. Dat de jongens toch wat ondervertegenwoordigd zijn. Maar dat heeft er toch waarschijnlijk mee te maken dat jongens of minder graag lezen of een ander soort boeken lezen die misschien niet zo geschikt zijn voor deelname aan het voorleeskampioenschap. De boeken die de deelnemers hebben, kiezen ze die zelf uit of worden die door de Lage Beemte uitgekozen? Nee, die kiezen ze zelf uit, want het moet wel echt een boek zijn wat bij het kind past en wat het kind ook aanspreekt, want dan kun je het leuk voorlezen. Het boek moet natuurlijk wel voldoen aan een bepaald niveau, want het zijn leerlingen van groep 7 en 8 en het mag dus niet een heel makkelijk boek zijn. U heeft ook weer een jury die vandaag de winnaar gaat beoordelen. Staan er criteria voor de deelnemers waar dat ze aan moeten voldoen? Ja, de jury die heeft een heel uitgebreid juryformulier. Dat is een landelijk formulier, want de voorleeswedstrijd is ook een landelijk evenement. En daar staan een aantal criteria op waar de kandidaten op beoordeeld gaan worden. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan tempo van voorlezen, de zaal aankijken, duidelijk spreken, dat soort zaken. En hoe ziet er dan de situatie uit? Stel dat men hier winnaar wordt, hoe is de procedure dan? De winnaar van vandaag die gaat in maart de regio in om Laarbeek te vertegenwoordigen. De winnaar daarvan gaat vervolgens naar de provinciale ronde in Tilburg. En we hopen natuurlijk dat vanuit de Lage Beemde iemand uiteindelijk naar Utrecht gaat om deel te kunnen nemen aan het landelijk voorleeskampioenschap. En dat hij met de Nederlandse titel terugkomt. Ja, dat zou heel mooi zijn, want dat hebben we 2 jaar geleden gehad. Toen hadden we een leerling uit Gemert, een jongen ook, die nationaal voorleeskampioen is geworden. Dus daar waren we als Lage Beemde wel heel trots op. Dat de beste mogen winnen. Absoluut. En de jury beslist.